heb zo pas een partij opgericht met een eigen ideologie, ook met een eigen sociaal-economisch programma. En met die partij ga ik door. Wij zijn een partij met vernieuwende constructieve voorstellen. De Dikker is natuurlijk een heel andere partij, down to earth en het echte alternatief. We hebben nu een goed programma, wel laat de termen nu maar struiken, wij zijn er klaar voor. LDD, het alternatief in de Vlaamse politiek. Lijst de Dikker en Groen, die winnen allebei behoorlijk. Lijst de Dikker is een dag naar de Costa Blanca getrokken in Spanje, om daar campagne te voeren. Volgend jaar, in de aanloop van de verkiezingen, gaan we verkiezingsdebat doen in Calpe. En er zijn nu al mensen aan de Costa Blanca die hebben gezegd van kijk, wij gaan jullie gedachtegoed hier aan de Costa verspreiden. Lijst de Dikker vraagt het ontslag van minister De Waal en van de politietop. Vandaag gebruikt u de P van Comité P als een soort Pontius Pilatus. Open VLD'er Mark van den Bussen stapt over naar Lijst de Dikker. Wij hebben geen zin om als schaamlapje te dienen. Het is een freedom of speech. Jean-Marie de Dekker en zijn partij plukken zo te zien de vruchten van de splitsing van het kartel CD&V-NVA. Winst gaat naar Lijst de Dekker, die zijn aanhang zou verdubbelen tot 12,5%. Vraag een doorlichting van al het geld dat wij geven aan deze koningskinderen. Jean-Marie de Dekker doet het alsmaar beter. Zijn partij zet haar opmars voort. Ze staan nu al op de derde plaats. Wel, er is maar één deftige oplossing en dat zijn nieuwe verkiezingen. De verrassing blijft de opmars van Lijst de Dekker. Een winst van bijna 10%, 16,2%. Jean-Marie de Dekker zegt dat zijn partij nooit en met niemand een kartel zal vormen. Lijst de Dikker is een factor, is oppositie tot grote onvrede van de andere partijen. Maar de uitdaging is dat we nog straffer zullen doen na 2009 in het Vlaams parlement.